Goedemorgen allemaal. Vandaag de webinar, via Webinar Geek sessie over BBN 2+. Wat is een BBN? En dat gaan we vandaag dus behandelen, maar ik ga het vooral even uitleggen. En dan ga ik het hebben over de geschiedenis. Hoe zijn we tot BBN gekomen? Wat is de reden voor BBN 2+? De samenhang met andere BBN's. Dan heel kort BBN 2 inhoudelijk. En dan hoop ik dat we een discussie kunnen hebben. Zodat jullie stellen vragen en ik ga ze proberen te beantwoorden. En ik zal ook nog laten zien waar volgens ons BBN 2 binnen de gemeentelijke praktijk voorkomt. En daar heb ik dan gelijk een vraag over aan jullie. Volgende slide. BBN is bedacht als een basisbeveiligingsniveau. En we kennen verschillende BBN's. We kennen BBN 1, BBN 2, BBN 3. Dat zijn de huidige BBN's die iedereen kent. En recentelijk hebben wij een nieuwe maatregelenset geüpload en op de website gezet, de BBN 2+. We hebben verschillende IBD-adviseurs aan meegewerkt en de gemeentelijke reviewgroep. En wat is nou BBN? En BBN is eigenlijk een niveau om een bepaald belang te beschermen. En dat belang is verder uitgewerkt in een aantal baseline toetsen. En staat onder andere in de bio bijlage 2 van deel 2. En dat is dus eigenlijk, dat belang hebben we uitgedrukt in schadescenario's, is eigenlijk een soort van meetlat. Want als we met z'n allen gaan beveiligen, dan moeten we in ieder geval dezelfde meetlat gebruiken. Volgende slide. In de oude BIR en de oude BIG kenden we maar één niveau. En dat was eigenlijk best een stevige baseline. Heel veel maatregelen. En iedereen moest al die maatregelen doen. Daar was wel iets van een escape in. Je kon nog wel maatregelen niet van toepassing verklaren. Maar eigenlijk was die baseline gewoon echt een stevige baseline. Het probleem was dat gebruikers, ook bij ministeries, ook andere gebruikers van de BIR, maar ook van de BIG, wilden ook op een laag niveau kunnen beveiligen. En dat is de reden waarom BBN 1 gemaakt is. En uiteindelijk had men ook bedacht dat er verbinding mogelijk moet zijn met de NAVO en met de EEG-instanties. En toen is bedacht, er moet ook een BBN 3 komen. Dat is echt een stevige norm. En BBN 3, op dit moment is het zo dat BBN 3 was bijna 400 maatregelen. Maar men heeft besloten op het niveau van het Rijk om BBN 3 niet verder te ontwikkelen. Met andere woorden, is er weerstand nodig tegen schadelijke actoren, dan kan er nog maar één ding gedaan worden, namelijk een diepgaande risicoanalyse. En ik zal verderop in de presentatie nog laten zien hoe dat dan zich tot elkaar verhoudt. Maar in principe is de gedachte achter de bio, en dat is ook fundamenteel anders met de BIG, risicomanagement. Er staan in de bio veel minder maatregelen en er zijn controls zonder maatregelen bedacht, zowel op BBN 1 niveau als op BBN 2 niveau. En dat betekent dat de organisatie veel beter in staat is om echt risicomanagement uit te voeren. Maar wel met de kanttekening dat de maatregelen die er zijn, die zijn verplicht. Dus ja, het is een kleinere baseline, er is ruimte voor maatwerk, er zijn verschillende niveaus, maar die maatregelen die er zijn, die zijn verplicht. Volgende slide. Het komt voor dat BBN 2 niet voldoende is, want BBN 2 hoort eigenlijk bij de BIF-klassificatie, beschikbaarheid midden, integriteit midden en vertrouwelijkheid midden. En dat kan dus voorkomen dat je op vertrouwelijkheid, want de BBN 2+ is vooral een vertrouwelijkheidsbaseline, overigens sowieso, is de ISO en ook de oude BIR, maar ook de bio vooral een vertrouwelijkheidsbaseline, want vertrouwelijkheid vinden we met z'n allen binnen de BV Nederland erg belangrijk, en in mindere mate dus beschikbaarheid en integriteit. Op het moment dat BBN 2 niet voldoende is, zonder de normenset BBN 2+, moeten we dus allemaal een diepgaande risicoanalyse uitvoeren. Nou is het grote voordeel van gemeenten is dat er zijn er heel veel.
En ze doen ook nog eens eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Met andere woorden, waarom is het, dan is het dus handig om een gezamenlijke baseline te ontwikkelen die we gebruiken boven BBN2. Want waarom zouden we dat 355 keer gaan zitten verzinnen? En nog los van het feit, als we op een aantal plekken een risicoanalyse uitvoeren voor iets, een proces dat boven BBN2 scoort, dan is op de ene locatie worden de risico's Y gevonden en op de andere locatie de risico's Z. En dan vervolgens gaan we ook nog allemaal verschillende maatregelen bedenken. Dus het is niet handig, dus we dachten van, nou, dat gaan we niet doen. We gaan vanuit de IBD één norme set bedenken, BBN2+. En dat betekent heel veel tijd en geld besparen, want we hoeven geen 355 risicoanalyses uit te voeren. Het is een passende set van maatregelen boven BBN2 en hij is ook nog eens passend binnen de bio. Maar hij is niet verplicht. Volgende slide. Om dat nou een beetje aan te geven hoe dat eruit ziet. Het is zo dat op het moment dat je bezig gaat met de bio, dan is het laagste niveau BBN1. Dus je doet de baseline toets en als er dan uitkomt dat je BBN2 scoort of BBN1, dan heb je maar een hele beperkte set aan maatregelen. Dan zijn er een aantal controls die hebben geen maatregelen. Die kun je dan van de IBD gebruiken, want die hebben we ook voor je bedacht. Maar als je op BBN2 komt, dan betekent dat dus ook dat je ook de maatregelen van BBN1 moet implementeren. En dat zie je dus ook in deze presentatie. Je ziet dat de gele balk van BBN1, V is laag, doorloopt door BBN2 en BBN2+. En je ziet hier ook heel duidelijk BBN3 ernaast staan. Het maakt dus niet uit op welk BBN je uitkomt in je analyse. Je hoeft maar één vraag te beantwoorden om op BBN3 uit te komen en dan dus een diepgaande risicoanalyse uit te voeren op het moment dat je weerstand wilt tegen statelijke actoren. En in de bio staat letterlijk en vergelijkbare actoren. Dus het zou nog steeds kunnen dat je BBN3 uitkomt, maar wij denken dat de statelijke actor binnen gemeenteland eigenlijk hoegenaamd geen rol speelt. En volgende slide. BBN2 inhoudelijk. Dit is een samenvatting van wat er dan is gewijzigd ten opzichte van de bio met BBN2+. En ja, dat klopt, Reinier. Het is zo dat het grote verschil tussen BBN2 en BBN3 is dat bij BBN2 neem je maatregelen om detectie waar te nemen, dus om te detecteren. En bij BBN3 is actieve weerstand belangrijk. En dat is echt wel, dat is een apart dingetje. Dat ik denk niet dat wij daarvoor geëquipeerd zijn om dat goed te kunnen inrichten. Goed. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben bewust op BBN2+, hebben we hoofdstuk 5 niet benoemd. En waarom niet? We wilden niet aan het beleid komen dat er op dit moment bij alle gemeenten geschreven is, want aan zich verandert het beleid niet op het moment dat je zeg maar boven BBN2 uitkomt. Je bent nog steeds aan hetzelfde aan het doen. We wilden ook niet dat het beleid ging wijzigen bij alle gemeenten. Dat is een onzinnige actie. Wat we vooral gedaan hebben binnen BBN2 is dat we de CISO een veel betere en sterkere positie hebben gegeven. Dus veel nadrukkelijk de CISO neergezet als adviseur. En overigens niet als goedkeurder, maar als adviseur. En door de hele BBN2-set heen zie je vooral hardening, strakkere procedures, betere plek voor de CISO, fysieke beveiliging, fysieke hardening. En hardening is als thema binnen de huidige ISO en ook, maar ook binnen de bio tot en met BBN2 eigenlijk iets te mager ingericht. En dus wat we hebben gedaan in BBN2+, is vooral dat veel beter neerzetten. Ja, de CISO is een strategisch adviseur, maar dat is lang niet overal zo. Dat klopt. Volgende slide. Waar komen we BBN2 tegen?
En dat is althans wat wij denken, en een aantal weten we zeker. Er komt eigenlijk bijna geen BBN 2+ binnen gemeenten voor. Op een aantal plekken, en een daarvan is het knooppunt VIC, het Veiligheidsinformatieknooppunt, wet Bibop. Het register niet ingezetenen, dat zijn maar één of twee of drie gemeenten, in ieder geval Den Haag. De collectieve opdracht routeervoorziening, KORF. En registraties in het kader van criminaliteit. Alleen weten wij niet welke dat zijn, want dat kan van alles zijn. Maar in ieder geval iets wat je goed wilt kunnen beschermen. Mogelijk samenwerken binnen de OV-driehoek hangt eigenlijk samen met puntje 4. En het kan zijn dat je de aansluiteisen van gegevensleveranciers moet volgen. Het zou kunnen dat je ergens aansluit waar de eis gewoon BBN 2+ is. Eigenlijk is KORF ook zo'n dingetje. Je sluit aan op justitie en nou ja, goed. Ja, ik zou zeggen, als je andere ideeën hebt, noem ze nu vooral in de chat, want ze worden meegeschreven, we zitten erop te wachten. Dus we horen graag wat voor registraties jullie ook nog kunnen bedenken. Het is zo dat we werken bij de IBD ook vanuit de GEMMA. Maar in de GEMMA zijn niet alle processen, niet alle gemeentelijke processen zijn uitgewerkt binnen de GEMMA. Er komen er af en toe nog bij. Dus het is ook niet zo dat de GEMMA wat dat betreft te volledig is. Het is zo dat, oh ja, dan zal ik gelijk op reageren, op Gerard, Subinet. Subinet wordt iedere drie, vier jaar, wordt er een DPIA uitgevoerd voor Subinet. En er wordt ook regelmatig een analyse op uitgevoerd. En tot nu toe is Subinet BBN 2 en niet BBN 2+. En er zijn heel veel maatregelen genomen binnen het stelsel om ervoor te zorgen dat, zeg maar, BBN 2 is gewoon voor Subi echt voldoende. Subi is niet, wat dat betreft, aardig goed geregeld, ook in de wet. Ja, ik zie allemaal goede suggesties. Dankjewel. Volgende slide. Wat hebben we gedaan? We hebben een extra dingetje gedaan. Op het moment toen we begonnen met BBN 2+, kwamen we erachter dat de schadescenario's in de bio eigenlijk niet helemaal goed geschreven zijn. En dus hebben we de schadescenario's herschreven. Die hebben we ook gepubliceerd. Maar wat we vooral ook gedaan hebben, we hebben die schadescenario's ingebracht bij de werkgroep bio. Dat is een overheidswerkgroep. Daar zit het VNG zit erin, de IPD, de waterschappen, de provincies, het Rijk. En we hebben de schadescenario's herschreven omdat we vonden dat ze smarter konden zijn, maar ook omdat we, zeg maar, BBN 2+ een plek wilden geven. En waar nu binnen de huidige schadescenario's BBN 3 staat, kun je eigenlijk voor het grootste deel BBN 2+ lezen, als het gaat om BNI. En we hebben daarnaast de schadescenario's voor het oude BBN 3 ook in stand gehouden. Ik zou zeggen, zoek hem eens op, hij staat online. En achter in deze presentatie, die jullie nog krijgen, staan links om ze te kunnen vinden. Die schadescenario's zijn belangrijk, omdat dat de gezamenlijke meetlat is waarlangs wij meten. En dat is echt, ja, zonder, zeg maar, schema, zoals ze dat zeggen, kun je gewoon niet over hetzelfde praten met anderen. Er is één maar, en ik heb het al één keer eerder genoemd. Voorbeeldmaatregelen die de IBD bedenkt voor gemeenten. Ja. Zal ik de vraag voorlezen, Kees? Melger geeft aan, algemene vraag. Begrijp ik het nu goed dat we volgens de bio alleen aanvullende risicoanalyses zouden moeten doen op vertrouwelijkheid en niet op beschikbaarheid en integriteit? Ja. In geval je daar niveau 3 scoort. Ja, het is zo dat, daar zal ik op antwoorden. Sowieso is beschikbaarheid en integriteit in de bio erg mager belegd. En dat heeft ook een reden. Want vertrouwelijkheid hebben we met z'n allen last van. We werken in ketens en dat gaat erg snel de verkeerde kant op. Maar wat het...
Het allerbelangrijkste is, het grote verschil tussen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid is dat beschikbaarheid is een lokaal dingetje. Als het bij jou niet beschikbaar is, heeft de rest van Nederland daar niet zo heel veel last van. Dus dat moet je zelf bedenken. En als het gaat om integriteit, heel veel integriteitsmaatregelen zijn geen general controls, zoals dat heet, maar zijn controls die binnen applicaties worden geprogrammeerd. Bijvoorbeeld invoervelden en controlevelden en controleformules, dat zijn heel vaak dingen die zie je in applicaties terugkomen. Dus integriteit is heel vaak binnen de toepassing. Beschikbaarheid is lokaal, want daar heeft alleen iemand lokaal last van. En, maar vertrouwelijkheid raakt ons allemaal. Dus dat is eigenlijk de reden waarom vertrouwelijkheid in de bio en in de oude BIG en BIG nadrukkelijk is opgeschreven en beschikbaarheid en integriteit wat achterblijft. Het is wel zo dat er zijn verschillende initiatieven, onder andere Rijkswaterstaat met de waterschappen zijn bezig met een ICS-SCADA-norm. En dat is ook de reden waarom we daarvan weg zijn gebleven. Daarnaast zitten we vanuit IBD nog in een aantal werkgroepen op overheidsniveau, die ook met OT, noemen ze het ook wel, OT, ICS, SCADA te maken hebben. Dus dat is ook de reden waarom we daar op dit moment voor BBN 2+ niks mee gedaan hebben. Is de vraag hiermee beantwoord? Dat is altijd wel een aanvullende vraag van Reinier. Dat klopt met dat klopt niet. Beschikbaarheid van kadasterdiensten bijvoorbeeld, dan hebben gemeenten daar last van allerlei achtergrondkaarten, et cetera, of voor leveringen van basisregistraties, et cetera, naar de belastingdienst. Ja, ja, en toch blijf ik bij dat punt wat ik net aanhaalde, voor even op Patrick terugkomen, want als de uitkeringen in Amsterdam verkeerd gaan, wiens probleem is dat dan? Goed, je hoeft die vraag niet te beantwoorden. Dat is dus een lokaal probleem. En het is natuurlijk wel zo dat de beschikbaarheid van centrale voorzieningen en van de basisregistraties essentieel is voor de BV Nederland. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de kwaliteitsmonitor is bedacht door Erwig. En de controles rondom BAG BGT bijvoorbeeld bedacht zijn door het oude INM. Want de integriteit van de gegevens voor de BV Nederland is wel belangrijk binnen de basisregistraties. En natuurlijk zijn er ook andere leveranciers die moeten gewoon leveren volgens wet. En, of middels een SLA of beide. Dat is echt een lokaal ding tussen processen. Inderdaad, het werkt door in ketens, dat is helemaal waar. Maar dat is niet de reden om het op te nemen in de bio. Dat is dus altijd een lokale afweging binnen processen en niet generiek zoals vertrouwelijkheid. Maar goed, ik wil hier graag nog wel een keer over discussiëren, maar ik ga even door met de presentatie. De voorbeeld. Ja, je ging te snel. Die voorbeeldmaatregel wil ik even op terugkomen. Het is zo dat de IBD heeft dus maatregelen bedacht voor BBN 1 en 2 als het gaat om, heeft voorbeeldmaatregelen bedacht voor BBN 1 en 2 die niet gevuld zijn in de bio. En waarom? We willen voorkomen dat gemeenten die zelf gaan onderzoeken met een risicoanalyse. En we hebben dus nu voorbeeldmaatregelen bedacht voor BBN 2+. Dus vertrouwelijkheid V is hoog. En de eigenschap van al die maatregelen is, ze zijn nooit verplicht. Dus als je met de BBN 2 gaat werken, of BBN 2+ gaat werken, dan moet je erop letten. Het is een lijst waarvan uit je met een risicoafweging en zelf nadenken mag selecteren. Het betekent ook tegelijkertijd, BBN 2+, dat er een aantal bio-OP-producten zijn die mogelijk moeten worden aangepast. We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke OP-producten aangepast zouden moeten worden en wie en wanneer we dat gaan doen.
Voor de Gemma geldt en ook voor zeg maar de meeste producten die we nu hebben, daar waar BBN 3 staat, lees BBN 2+. Volgende slide. Ik heb het cijfers opgeschreven en ik heb met rood aangegeven wat dan verplichte maatregelen zijn. We hebben een lijst gemaakt en ik weet niet wie van jullie weet dat we met IRPA bezig zijn. IRPA staat voor Integrale Risico- en Privacy-analyse. Dat is eigenlijk de opvolger van de huidige tooling rondom DPIA, die we online hebben staan. En we hebben bedacht dat we risico's op dezelfde manier willen benaderen. Of het nou een betrokkenen risico is of een organisatierisico. De behandeling is altijd gelijk. En binnen de nieuwe tooling die we nu ontwikkelen, die volgend jaar live moet komen, nemen we al die maatregelen dus ook mee. Dus zowel BBN 1, 2, 2+ en privacy nemen we mee in nieuwe tooling die jullie gaat helpen bij het gestructureerd uitvoeren van analyses, risicoanalyses. BBN 1, 94 verplichte maatregelen. BBN 2, 142 verplichte maatregelen. Als het goed is, zou dat gelijk moeten lopen met de NGR, dat getal. Even los van alle subvragen. BBN 2+, 126 voorbeeldmaatregelen. BBN 3, alleen naar diepgaande risicoanalyse. En privacy hebben we ook een baseline voor en dat zijn er 233. En die zijn overigens, want de AVG is verplicht, dus ook min of meer verplichte maatregelen. En de bio-IBD heeft lege controls ingevuld die in de bio staan. En dat is op BBN 1 niveau zijn dat er 67. En op BBN 2 niveau zijn dat de 110. En ik zou nog veel meer getallen kunnen neerzetten, maar ik wilde een indruk geven van hoeveel is het nou eigenlijk dan precies. BBN 2 staat bij ons online op de website. De privacy baseline is al een keer gepubliceerd, maar die is door ons aangepast voor IRPA. En die zit ook op onze website. Als je gaat zoeken naar het eenvoudig hulpmiddel op onze website, dan vind je eigenlijk de huidige BBN 1, 2, de voorbeeldmaatregelen van de IBD voor BBN 1 en 2 en de privacymaatregelen in één lijst. En BBN 3 staat dus, of BBN 2+ staat dus los ernaast. Volgende slide. En in de vorige sessie die ik had, is een vraag gesteld van mogen leveranciers gebruik maken van door hun meegeleverde normenset bij een ISMS of een GRC-tool. Ja, dat mag. Zij kunnen gewoon dat ding zelf downloaden en integreren in hun tool. En als je het zelf kunt in de tooling die je gebruikt, dan kun je ook gewoon die norm zelf toevoegen. Gaat IBD BBN 2+ in haar producten? Ja, dat zijn we dus nu aan het onderzoeken. En waarschijnlijk zullen in de IRPA gaan we het sowieso doen en in de gap-analyse en nog een aantal aanvullende producten zullen we aanpassen naar BBN 2+. Er is ook een vraag gesteld in de vorige presentatiesessie, gaat de IBD leveranciers aanprijzen voor wat met tooling? Nou, dat hebben we nog nooit gedaan, dat zullen we ook niet doen, want we kennen de markt niet en we zijn geen kwaliteitsinstituut in die zin dat we ISMS-leveranciers beoordelen. En daarnaast kennen ze ook niet allemaal. Dus nee, wij doen geen uitspraken over welke ISMS-leverancier dan beter of slechter zou zijn. Volgende slide. Nou ja, jullie hebben al een aantal vragen gesteld. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat jullie nog meer vragen hebben. Ik hoop op een hele goede discussie, alhoewel die dan niet interactief zullen zijn. Maar zijn er nog meer vragen? Zijn er nog opmerkingen? Zijn er nog... Kees, er is al even een discussie in de chat over de vertrouwelijkheid versus beschikbaarheid en integriteit. Zo gaf Melger aan dat hij het eens is dat er kritisch ook moet worden gekeken naar de B en de I. En de aandacht hebben voor borging zoals input, validatie en applicatie en dergelijke. En Gerard vult erop aan dat manipulatie van gegevens door criminelen tot enorme schade kan leiden? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is allemaal waar, maar het is zo dat
zeg maar, integriteit is toch vooral binnen applicaties geregeld. En binnen ketens is natuurlijk integriteit belangrijk. Dat is ook de reden waarom binnen de basisregistraties stevige maatregelen zijn. Maar het is vooralsnog is het geen, ik moet zeggen, een mager onderdeel binnen de bio. Dat geldt ook voor overigens voor beschikbaarheid. Er staan al wat beschikbaarheidsmaatregelen in, maar het is erg mager. Een toevoeging van Patrick, die geeft aan, bij de cijfers van zojuist begrijp ik het niet helemaal wat de relatie IBD-bio is. Ja. Zo lezen. Ja. Ik kan een scherm delen, ik moet even wat afsluiten hier en even wat opstarten. We hebben alle maatregelen voor IRPA bij elkaar in een lijst gezet. Ik weet niet of het goed leesbaar is, ik hoop het wel. Het is zo dat, en nou zal ik die vraag beantwoorden van die bio. Er zijn maatregelen die staan in die bio. Ik zal ze even citeren. Als ik hier in deze spreadsheet kijk, dan zie je hier alle biomaatregelen. En je ziet dus hier de nummering van die maatregelen. Wat hebben we gedaan? Er zijn controls die kennen geen maatregelen. En in de bio. En die hebben wij dus als IBD een maatregel gegeven. Dat zal ik even laten zien. Even een selectie maken. DPM. Goed. En dan moet hier die even. Zo. Hier zie je nu in deze lijst, dit zijn allemaal zeg maar maatregelen die de IBD heeft toegevoegd aan de bio, die dus niet verplicht zijn. En in aanvulling op controls die geen maatregel hebben. Bijvoorbeeld 731 als controle kent geen maatregel. Wat hebben wij gedaan als voorbeeldmaatregel? Want in de bio staat letterlijk, alle controls die geen maatregelen kennen, moet je op basis van de risicoanalyse zelf maatregelen aan toekennen. En die moet je selecteren op basis van de ISO-tekst. De aanwijzing bij de controle. Nou, om dat nou te voorkomen dat iedereen andere dingen selecteert of bedenkt om zeg maar in controle te komen, heeft de IBD een lijst bedacht van maatregelen van die de gemeente kan gebruiken in plaats van ze zelf te bedenken. Er zijn dus geen verplichte maatregelen, want hier zie je een kolommetje, verplicht is nee. En we hebben nog wat andere dingen hierin staan, maar dat is allemaal voor de ontwikkeling van IRPA. Maar goed, maar wat we dus ook gedaan hebben, is we hebben BBN 2 Plus hier alvast ingezet. Ik zal deze even uitzetten. Hier zie je dus BBN 2 Plus. En dan zie je ook het getal van 126 hieronder in het beeldscherm staan, voor zover nog leesbaar. En hier zie je alle maatregelen die de IBD bedacht heeft voor BBN 2 Plus. En qua nummering hebben we ervoor gezorgd, je mag de sorteringkolom vergeten, maar qua nummering hebben we ervoor gezorgd dat ze doorlopen op alle maatregelen die of in de bio staan, of die we al eerder bedacht hebben om BBN 1 en 2 extra te ondersteunen voor jullie. Ja, dat is correct, Patrick. En die bestaat al een hele tijd. Op BBN 1 en 2 bestaat al bijna een jaar. En BBN 2 Plus sinds ongeveer een maand. Anderhalf maand. Ja, dan zal ik nog een antwoord geven aan Melger. Het is natuurlijk zo dat als je een echte risicoanalyse uitvoert, dan doe je eerst een dreigingsanalyse. En dan op basis van de dreigingen, kans en impact, kom je tot een risico. En dan kun je heel makkelijk prioriteren. Wat we hebben gedaan is, en dat zullen we binnen IRPA verder uitwerken, we hebben een pro forma reductiefactor bedacht. Er zijn een aantal manieren waarop je kunt prioriteren. 1. Het belang van het proces. Met andere woorden, is het een primair proces? Is het essentieel voor je bedrijfsvoering? Is het een ondersteunend proces? Dat is 1. En de tweede manier is uitvoer van de risicoanalyse. Het hoogste risico zet je bovenaan. En die ga je het eerst oplossen. En zo zijn er verschillende manieren waarop je zeg maar naar die bak met maatregelen kunt kijken. Wat wij hebben gedaan is, we hebben bedacht,
En dat is ook een, dat is toevallig nu, staan hier 5 en 10, maar er zijn meer getallen in deze kolom. We hebben bedacht van, een maatregel heeft, heeft impact. En dat kan zijn op de kans, of op beide, of zeg maar op de impact van het probleem. En we hebben bedacht van, dat is een reductiefactor. En dat is niet een hard getal, dat is meer een getal, net zoals je een risicoanalyse uitvoert. Je komt tot kans maal impact en dan krijg je een bepaalde hoogte. En daarmee kun je eigenlijk risico's prioriteren. Als je, ja, het is zo dat je moet voor BBN 2+, en dat zal ik ook laten zien. Ik weet niet hoe dit erin staat, maar of het helemaal goed komt. Ja, kijk. De GS heeft een nadrukkelijke, zoals ook bij BBN 3, maar dus ook binnen BBN 2+, de CISO en de GS hebben nadrukkelijk een rol. De rollen, de organisatie van de informatiebeveiliging, zijn veel explicieter uitgeschreven. En, want het heeft namelijk best impact. En de BBN 2 is een dure set van maatregelen. En die moet ook passen bij het risico. Dat is ook de reden waarom wij vinden dat de gemeentesecretaris betrokken moet zijn. Hij is namelijk eindverantwoordelijk voor alle bedrijfsprocessen binnen de gemeente. En je ziet wel, de GS, maar ook de lijnmanager en de dienstverlener en de CISO, die komen nadrukkelijk aan bod in BBN 2+. Deze Excel wordt vandaag of morgen geüpload naar onze website. En dan is hij beschikbaar voor alle deelnemers en voor iedereen die hem zeg maar daarmee wil hebben, mag dan deze set gebruiken. Ja, dat klopt. BBN 2 heeft minder maatregelen. Meer maatregelen maakt die niet per se iets veiliger. Hè? De basis van BBN 2 is al heel stevig. Het is vooral in de aanscherping zie je dat er extra maatregelen nodig zijn. Goedemorgen. Oh, we worden afgeluisterd door Apple. Juist, nou ja goed. Wat hier ook in staat, dat zal ik ook nog even laten zien. Even een andere filter uitzetten, deze kan uit. En deze kan uit. Wat hier ook in staat, en die dus ook binnen IRPA gebruikt gaat worden, zijn alle privacymaatregelen, inclusief de referentie. Die hebben we een nummertje 20 gegeven. Ja, dat klopt, Barry. Het getal BBN 2 heeft meer maatregelen, maar dat wil niks zeggen over BBN 2+. Het is niet zo dat je meer maatregelen moet hebben dan BBN 2. Je moet betere maatregelen hebben dan BBN 2. En dat is wat we gedaan hebben met BBN 2+. We hebben ook zeg maar een nieuw hoofdstuk gemaakt voor onszelf, voor jullie. Hoofdstuk 20, dat is dus aanvullend op de 18, tot hoofdstuk 18 van de ISO. En daarin hebben we alle privacymaatregelen gezet. Die hebben we ook allemaal een, zeg maar een controle-aandachtsgebied gegeven. Die hebben we ook allemaal een controle-tekst gegeven. Nou, dan moet je misschien verversen, Willy. Maar dat zal Frits wel tegen je zeggen. En dan zie je hier ook, dit zijn alle privacymaatregelen. En achterin deze lijst met privacymaatregelen staat ook waarom, waar het vandaan komt. Ook deze zit gewoon in deze lijst. En die, nogmaals, vanaf morgen staat deze lijst op onze website. En daar kunnen jullie allemaal dan in hacken en zoeken en noem maar op. Zijn er nog meer vragen? Willy gaf aan dat de vraag over wel in theorie wel beantwoord was. Ik weet niet of het dan helemaal duidelijk was, maar de vraag was in ieder geval, de NCA zelfevaluatie geeft aan dat BBN 3 met de gemeentesecretaris moet worden afgestemd. Je geeft aan dat voor gemeenten BBN 3 bijna niet voorkomt. Wat is de relatie met BBN 2+? Moeten deze ook worden afgestemd met de gemeentesecretaris? Heb ik net al beantwoord. Dat moet. We hebben binnen de voor BBN 2+ is vooral de organisatie van informatieveiliging is heel belangrijk.
En BBN 2 Plus is best wel een stevige norm. En dus hebben we gezegd dat je in alle gevallen, op het moment dat je kiest voor BBN 2 Plus, dan moet tenminste de gemeentesecretaris daarvan af weten. Ik denk dat we erop ingaan, maar voor de zekerheid, de vraag van René nog, kan je nog eens extra duiden wat de relatie is tussen BBN 2 en de risicoanalyse? Of BBN 2 Plus en de risicoanalyse? Ja. Ja, nou kan ik even niet een risicoanalyse laten zien, maar zoals ik al zei, als je op het moment dat je tijdens een risicoanalyse, en het is wel zo, strikt genomen is er geen einde aan hoog, hè? Hoog is ongelimiteerd, je kunt zo hoog gaan als je wil, maar we hebben het middengebied, erg goed geduid binnen de bio, dus in andere woorden BBN 2 met alles wat daaronder zit is laag en alles wat erboven zit is BBN, is BBN 2 plus of vroeger BBN 3. BBN 2 is als set heel erg goed afgekaderd en dat betekent dat als je in een risicoanalyse tot een belang komt dat niet meer past binnen BBN 2 maar hoger zou moeten zijn, dan kies je automatisch BBN 2 plus. Het is dus niet zo dat je BBN 2 plus, we hebben getracht, en ik zal hem even, kan ik hem erbij pakken? Denk het wel. Ja. Ja, dat begrijp ik. René, daar kom ik zo meteen op terug. Dit staat ook op onze website. Dit zijn de schadescenario's uit de die we hebben voorgesteld aan de werkgroep Bio. We hebben een aantal scenario's die willen we verwijderd hebben, want dat vinden wij geen echte schades, zeg maar. En we hebben wat vroeger BBN 3 was, hernoemd naar BBN 2 plus. En wat we ook gedaan hebben, is binnen vertrouwelijkheid hebben we BBN 2 plus herschreven en vooral aangevuld. En BBN 3 een aparte plek gegeven. Dat zie je hier. Goed. Het is zo dat... waarom? Ik zal even antwoorden op René. Op Melger. Het is zo dat op het moment... ik moet anders zeggen. De afgelopen 2 jaar heeft de IBD tijdens verschillende in het land presentaties aan gemeenten, aan de deelnemers in de zaal gevraagd, wie voeren er allemaal een risicoanalyse uit? Volgens de bio moet je voor iedere analyse, uiteindelijk kom je dan uit voor ieder proces ga je uiteindelijk een risicoanalyse uitvoeren. Dat is heel erg veel werk. En dat is ook echt onzinnig om te doen. Dus we hebben gevraagd aan de deelnemers tijdens alle regiobijeenkomsten, wie van jullie hebben wel eens een risicoanalyse uitgevoerd? En het antwoord was per zaal gemiddeld 1 tot 2. Met andere woorden, er worden geen risicoanalyses uitgevoerd. En als ze dan uitgevoerd worden, zijn ze niet allemaal even goed. Dus wij hebben gezegd, we willen niet dat alle gemeentes risicoanalyses uitvoeren. Ten eerste heeft de CISO dan geen tijd voor andere dingen. Heeft de organisatie schiet in een kramp. Want dan val je dus voortdurend je proceseigenaar lastig. Als je een risicoanalyse uitvoert, doe je het vaak in groepsverband met allerlei functionarissen. En als je dat per proces gaat doen, dan ben je dus alleen maar bezig met het uitvoeren van risicoanalyses. Daar kom je aan werken niet toe. Dus wij hebben gezegd, dat moeten we niet doen. We hebben een gemeenschappelijke factor. We zijn namelijk allemaal gemeente. En dus hebben wij vanuit onze kennis en ervaring, hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd. En daaruit hebben wij BBN 2 plus gemaakt. Dus het ideale plaatje is, iedereen voert risicoanalyses uit. Maar het nadeel daarvan is, het is heel erg duur, het kost heel veel geld, en onder de streep
komen we nog steeds op een vergelijkbaar set van maatregelen. Waarom dan niet gewoon voor iedereen een maatregelset? Eén maatregelset. Die ook nog is, waar je uit kunt shoppen en die voor iedereen gelijk is. En je hoeft ook niet... overigens, in de bio zegt niet dat je een expliciete risico... afweging moet uitvoeren. Het is zo dat... in de bio... ik wil nog één ding herzetten. In de bio... moet ik zeggen. Op dit moment zijn we geneigd om... per proces een risicoanalyse uit te voeren. Of willen voeren. En dus we kijken altijd per proces. Maar dat is helemaal niet handig. Want de gemiddelde proceseigenaar is afdelingsmanager of afdelingshoofd of directeur of geef zijn naam. En als die zeg maar volgens de GEMMA 100 processen onder zich heeft, dan ga je dus 100 keer bij hem langs voor een risicoanalyse. Nergens in de bio staat dat je een risicoanalyse moet uitvoeren per proces. Er staat ook nergens in de bio dat je dat dus zo diep moet doen. In de bio staat alleen maar, er staat heel vaak het woordje risicoafweging, dat hebben we bewust gedaan. En in een aantal gevallen het woordje risicoanalyse. Wat we hebben gedaan is, wat een handige aanpak is, is dat je door je oogharen kijkt. Je kijkt naar al die processen van die manager, je kijkt door je oogharen en dan zie je een groepje BBN1 ontstaan, een groepje BBN2 en een groepje dat misschien meer is dan BBN2. En die voeg je allemaal samen en dan doe je één keer een analyse. Maar je kunt ook zeggen, ik voer per groepje even hoog over een baseline toets uit en klopt mijn waarneming, dan ga ik naar BBN1 en pak ik de voorbeeldmaatregelen die de IBD bedacht heeft er even bij. Is BBN2 set, is die volledig en denk je van nou dit klopt, dan doe je een hele korte analyse. Die staat ook gewoon in de bio genoemd. Dat is de kortste zeg maar baseline toets, die staat gewoon in de bio, is één pagina. En als je dat doorleest, dan weet je het. En zo kun je het ook doen voor BBN2+. En in alle gevallen kun je dan zeg maar die maatregel set die wij bedacht hebben, daar kun je gewoon uit selecteren. Het is niet verplicht, het is alleen maar om het voor jullie allemaal makkelijker te maken. BBN2+, je hebt gekeken naar maatregelen. Oh ja, hoofdstuk 19, dat was een vraag. Nee, we hebben gewoon gedacht van we moeten even uit de buurt blijven bij de bio, dus we hebben gewoon 20 bedacht. Echt gewoon, over de duim hebben we 20 bedacht. En dat had ook 19 kunnen zijn, of 21 of 25. Alleen als je alles in één lijst wil zetten, dan moet je gewoon een nummer kiezen, zodat we ze allemaal uniek kunnen aanwijzen. Dan zijn er ook wel wat vragen gesteld over hoe het aansluiten bij Agile werkt. Ik heb zelf het gevoel, maar misschien wordt dat een lastige discussie, dat Agile werken, je bedoelt waarschijnlijk zelfsturende teams. En dat is een probleem van zelfsturende teams, want de hele informatiebeveiliging, zeg maar, wereld, kent eigenlijk die term niet. We werken eigenlijk, zeg maar, net zoals traditioneel client-server, werken we ook gewoon met organisaties waarin een aansturing plaatsvindt. Ik zie ook eigenlijk heel vaak een golfbeweging. Je ziet zelfsturende teams ontstaan, maar je ziet het ook weer teruggedraaid worden. En waarom? Omdat het gewoon niet werkt. Het kan niet. Je kunt wel heel veel verantwoordelijkheden omlaag drukken. Maar dan betekent het dus dat je dus op een aantal zaken gewoon geen controle meer hebt. Ik vraag me af voor welk probleem het een oplossing is. Maar goed. De bio is daarvoor niet bedacht. En dat zul je dus zelf moeten uitwerken. En dan... Ja, ik zal nog even ingaan op René over het CSBN. Ten eerste, het CSBN is een politiek ding, zeg maar. En ik doe dat nu even zo zeggen, ik chargeer dat nu even. De CSBN is een politiek document. En het is een statelijk document. Het NCSC is het adviesorgaan van de Rijksoverheid, niet van gemeenten. En als je met informatiebeveiliging bezig gaat, dan, misschien kan ik die ook laten zien...
Ik weet niet of ik die bij de hand heb. Nou, dan moet ik even. Nee, dat wordt lastig. Maar goed. Het is zo dat. Wij hebben in ons dreigingsbeeld. Maar we hebben ook binnen ERPA. Het is zo dat een dreiging is in meer of mindere mate afhankelijk van een actor. Dus de actor die maakt dat de dreiging actief kan worden misbruikt, zeg maar, of gebruikt. En een van de actoren is een stedelijke actor. En die hebben wij, zeg maar, op een schaal van 1 tot 5, staat voor ons de Rijksoverheid, de stedelijke actor, die heeft een niveau van 2. Dat wil zeggen dat die minder relevant is voor ons. En dus ik zeg niet dat die niet voorkomt. De stedelijke actor is minder relevant. En komt eigenlijk binnen gemeenteland, wij komen hem ook niet tegen. Het is niet zo dat wij aanvallen tegenkomen van stedelijke actoren. Die hebben we nog nooit ergens gezien. Ik ben nu achter met die idee. Ik heb nog nooit een aanval gezien van een stedelijke actor. En als jullie hem wel hebben, dan horen we het graag. De BBN-toets. Ja, wij denken erover om de dataclassificatie te laten vervallen. Want we hebben in het verleden de dataclassificatie en de BBN-toets naar elkaar toegetrokken, zodat zeg maar, de manier van werken voor jullie gelijk is. En ook zodat jullie op eenzelfde met dezelfde aanpak tot een resultaat kunnen komen. Dus we hebben zeg maar, het bedrijfsbelang, dat is bij de dataclassificatie. En je hebt zeg maar, de BBN-toets is op welk niveau kom ik uit binnen de bio en welke set van maatregelen moet ik selecteren. Die twee hebben we gelijk getrokken en daardoor zie je nu zoveel overeenkomsten dat inderdaad de vraag kan worden gesteld, moeten we die dataclassificatie nou wel uitvoeren? En daar is niet een eenduidig antwoord op. Want het is namelijk zo dat als je data aan een ander geeft, dan kun je heel snel het bedrijfsbelang analyseren met middels de dataclassificatie. Maar generiek gezien, binnen de huidige manier van werken zoals wij dat nu bedacht hebben voor jullie, is de dataclassificatie minder tot niet van belang. Het is hetzelfde effect, hè, of je nou een BBN-toets bij een proceseigenaar neergooit of je gaat een dataclassificatie uitvoeren. Onder de streep vertellen we je welk basisniveau je hebt, maar je hebt nog steeds gewoon tijd en geld gevraagd binnen je organisatie om een analyse uit te voeren. Zijn er nog meer vragen? Er was ook nog een vraag van René. Valt onder BBN 2 Plus ook bijzondere persoonsgegevens? Ja, ik ben geneigd te zeggen dat je voor bijzondere persoonsgegevens best wat kunt doen met BBN 2 Plus. Omdat zeg maar BBN's of de bio en de maatregelen die we bedacht is toch vooral vertrouwelijkheid. En dat is ook voor de bescherming van bijzondere persoonsgegevens wel van belang. Maar dus op dit moment is dat niet zo bedacht. Dus ik kan me voorstellen dat als je bijzondere persoonsgegevens wilt beschermen, dan heb je in principe voldoende aan BBN 2. Dat is de gedachte. Maar voor mij mag je mag altijd maatregelen selecteren uit BBN 2+. Als jij vindt, het is zo dat in de bio staat dus een set van BBN 1 en BBN 2. En in alle gevallen wordt er gezegd in de bio, als je gaat beschermen, dan moet je zelf bovenop de bio passende maatregelen selecteren om een bepaald risico weg te nemen. En als jij denkt of vindt dat een BBN 2 maatregel perfect past bij het te beschermen belang van bijzondere persoonsgegevens, selecteer hem dan gerust. Dat is jouw eigen keuze. Dat is niet zo dat we gaan dat niet opschrijven, want ik denk dat er dan te veel verschillen komen, maar of dat we dan te ver gaan. Maar je mag de set gebruiken hoe je wil. Dan nog een vraag of er ook gekeken is naar NEM 7510. Ja, we hebben niet zo veel met de NEN 7510, want de NEN 7510 is bij wet bepaald op wie die van toepassing is. En dat is op alle partijen die een patiëntendossier hebben. En jullie hebben geen patiëntendossier. Dat is ook de reden
waarom we heel veel ageren. Er komt nog wel eens zeg maar, een signaal van buiten waarbij men dan vindt dat gemeenten ook de 75-10 moeten doen. Maar dat is gewoon niet het geval. De 75-10 is op jullie niet van toepassing. En van mij mag je die normen erbij gebruiken. Be my guest. Maar we proberen, als het goed is, hebben jullie geen dossier. Ja, dat klopt, maar de GGD is geen gemeentelijke organisatie. Voor ons is de GGD een aparte instantie, die weliswaar uit gemeente is voorgekomen, maar die kunnen een dossier hebben en die moeten voldoen aan de 50-10. Maar dat is dus, de GGD is voor ons geen gemeente in die zin. Je begrijpt me wel. Ja, dat kan wel zijn, René. Maar de GGD valt niet onder de IBD. En het is dus een aparte club. Binnen de gemeentelijke muren zijn geen patiëntendossiers. En dus is de 50-10 niet van toepassing. Dan was er nog een vraag. Wat is de naam van de Excel-lijst die vandaag of morgen wordt gepubliceerd op jullie website? Dus die het laat zien. Nou, in ieder geval maatregelen compleet. Dat is wat je er sowieso in gaat, wat je tegen gaat komen. Dat is goed, René. Nog meer vragen? Nou, dan denk ik dat we er wel zo'n beetje doorheen zijn. Ik scroll zelf nog even door de vragen. Ja, in principe kan er altijd nog later op terugkomen worden als er toch nog vragen zijn aan iedereen natuurlijk. Ja, ja. Ik zal nog even terugkomen. Ik weet niet of René er nu nog is over 15112 BBN2. Een risicoafweging. Wij gebruiken die term bewust binnen de bio. Toen we de bio schreven, hebben we ook bewust die term geïntroduceerd. Want er waren een aantal partijen die wilden risicoanalyse gebruiken op heel veel plekken. Een afweging is zo klein of zo groot als je het zelf maakt. Het is dus een procedurevrije, vormvrije afweging. En dat betekent dus dat je op iedere mogelijke manier kunt bepalen hoe en wat voor maatregelen je oplegt aan de leverancier. Zijn er nog meer vragen? Want dan, anders kunnen we denk ik wel langzaam een... Ik ga nog even terug naar de presentatie. Staat die er nog? Nee. Ja? Ik was natuurlijk de hele tijd niet in beeld. Dat is eigenlijk wel jammer. Volgende slide. Nou, ik heb nog wat vragen door de presentatie heen beantwoord. Bij het inschrijven zijn er een aantal vragen gesteld. Ik heb alle vragen die hier staan beantwoord. Je kunt dat nog eens nalezen. Is er nog een slide? Ja, ik denk het wel. Ja, hier zijn de links. En als ik het voor elkaar krijg, dan zal ik voordat we deze presentatie gaan verspreiden, zal ik de link van de complete set toevoegen aan deze slide. Dus dan zie je hem sowieso. Dan wil ik jullie van harte bedanken voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Ik hoop dat jullie vragen beantwoord zijn. En dat jullie verder kunnen met jullie dagelijkse beslommeringen. Dankjewel.